Breda Nu. Je weet het meteen. Dank voor je inzet. Gefeliciteerd met deze geweldige mijlpaal. Ik ben trots op buurtpreventie. Wij als gemeentebestuur, college en gemeenteraad zijn trots op jullie. Samen maken we de stad veiliger. Jullie laten zien. Dankjewel. Meneer De Pla, vandaag bij de lustrumviering van buurtpreventie Breda's. Ze bestaan 5 jaar. Hoe was dat? Nou, heel erg mooi. 5 jaar lang samen met bewoners zorgen voor een veiliger Breda. 5 jaar vrijwilligerswerk, 5 jaar samen maken met de stad veiliger. Ja, dat is een heel mooi moment en ik vind het ook terecht dat we het moment met elkaar vieren. Op de buurtpreventie Breda en op vele mooie jaren die we komen volgen. Is dan ook de buurtpreventie het lijntje tussen de politiek, de politie en de burgers die zorgt voor die kenmerken, zoals bijvoorbeeld de schuurtjes en dergelijke? Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat tussen de gemeente, politie en buurtpreventie er heel veel informatie uit wordt gewisseld. Wij vanuit de gemeente, maar vooral ook vanuit de politie soms kunnen zeggen, beste buurtbewoners, ben alert, want dit zijn de nieuwe trends in Dieveland. Aan de andere kant, dat buurtbewoners ook op basis van hun ervaring kunnen zeggen, hey, ons is opgevallen dat, nou ja, dan komen er weer nieuwe signalen, of hebt u wel eens aan deze maatregelen gedacht? Want uiteindelijk zijn de buurtbewoners de mensen die hun eigen wijk het beste kennen. Daar leven ze, daar wonen ze. En wat dat betreft vind ik dat we daar heel veel gebruik van kunnen maken. Dus informatieuitwisseling, over en weer, geven en nemen. Dat zorgt ervoor dat mensen betrokken blijven. Maar zorgt er ook vooral voor dat we van elkaar leren en elkaars kracht gebruiken om samen de stad veiliger te maken. 5 jaar en veel lof hoorde ik vandaag. Veel mensen die heel enthousiast waren, mooie woorden. De komende 5 jaar, hoe moet ik me die gaan voorstellen? Zijn er nog drastische veranderingen die gaan komen? Of? Nou, er liggen 2 uitdagingen. De eerste is, die zijn ook eigenlijk allebei genoemd. De eerste is bestendigen wat we nu hebben. De afgelopen 5 jaar heeft in het teken gestaan van groei. En het bijhouden van een organisatie die groei ook kan handelen, zeg maar. We moeten ons nu de komende tijd gaan richten op de borging ervan. Het aantal inbraken zakt. De noodzaak om buurtpreventie te hebben is niet voor iedereen meer duidelijk. Ze moeten echt goed gaan zorgen dat het geborgd gaat worden. Omdat het altijd een curve is, hè. De professor zei het er straks ook. De aantal inbraken zakken, mensen worden minder alert, dus de inbraken gaan weer stijgen. Dus dat is de eerste. Zorgen van, ja, ik noem het van kwantiteit naar kwaliteit te gaan. En de tweede is dat als ik naar mijn bestand kijk van vrijwilligers, zit de grootste helft, of de grootste gedeelte daarvan, zit ja, boven de 45. En de vraag is, hoe kunnen we nou die jongeren, zeg maar 27, 30 plus, hoe kunnen we die ook bij buurtpreventie betrekken? En wat is daarvoor nodig? Dat zijn denk ik de 2 vragen, de 2 uitdagingen die voor ons in de toekomst liggen. Ik merk veel enthousiasme ook bij jou zelf, maar ook bij anderen over de buurtpreventie Breda. Vind je dat de contacten met instanties als de politie verbeterd zijn in de 5 jaar buurtpreventie Breda? Ze zijn zeker verbeterd. Ik denk dat alle contacten verbeterd zijn met partners met wie we samenwerken. Omdat het zich altijd ontwikkelt en je moet ergens beginnen en uiteindelijk ga je altijd voor beter. En de korte lijnen die er zijn tussen de gemeente, de politie en de bewoners, die werken uitstekend. Dus ja, daar winnen we iedere keer weer op. Dus ja, wij zijn heel tevreden over de contacten met gemeente en politie, absoluut. Ja. Denk je dat het nog lang door kan? En dan bedoel ik ook als we kijken naar nieuwe technieken en dergelijke. Denk je dat het echt nog in de toekomst ook nog verder uitgebreid kan worden? Ik denk zeker dat er nog een hoop te winnen valt voor ons. Ik denk dat er nieuwe technieken zijn die ons zeker kunnen helpen bij de ontwikkeling van buurtpreventie, dat zeker. Veiligheid is nooit klaar. Veiligheid zal iedere keer zorgen voor nieuwe ja, voor nieuwe ideeën, we zullen ons moeten ontwikkelen, we zullen moeten inzetten op de kwaliteit van de samenwerking, maar ook naar alle achterban van de bewoners, van de politie en de gemeente. Ja, ik denk dat er genoeg te doen is om de komende jaren vooruit te kunnen, daar ben ik van overtuigd, ja. U bent zelf ook op zoek naar een nieuw huis. Heeft u erbij ook gekeken of dat die staat in een wijk met buurtpreventie? Ik zit in een wijk waar buurtpreventie is, dus ik heb al een huis gevonden waar buurtpreventie is. Maar dat was niet de afweging, of dat hij wel of niet in een buurtpreventiewijk stond? Nee, de eerste afweging is, woon je ergens prettig? Maar als er buurtpreventie is dat al een extra plus. En heeft u nog een boodschap voor de kijkers thuis? Ja, hou ramen en deuren goed gesloten. Hang het sluitwerk en let alsjeblieft een beetje op je buren. Dan komt alles goed.